Stichting Buddies is een stichting die gezonde kinderen professioneel aan zieke kinderen koppelt. Die zeg maar eenzaam zijn en gewoon een behoefte hebben aan een vriendje, omdat ze na school niet worden uitgenodigd om te spelen met een ander kindje. Ik kan niet zo goed met die trappen. In die trappen zijn ook heel andere kleuren. En ik kan drukke trappen niet zo goed zien. Wat een gekke paal. Waarom moet ik dat doen? Helaas wordt niet elk kind uitgenodigd door een gezond kind. Als je dan drie keer zegt, kan niet mee voetballen, ja, dan houdt het vaak soms op. En dat kan natuurlijk niet. En daarom is het zo belangrijk dat ze niet alleen thuis zitten weg te kwijnen. Er zit een tumor in mijn oog en daar krijg ik chemo's voor. En de chemo zorgt ervoor dat mijn tumor weggaat. Ik weet wel veel over Dylan en ook veel over de ziekte. Zij heeft bijvoorbeeld iemand om te steunen en ik heb weer een nieuw vriendinnetje erbij. Voor volwassenen is het er, voor AIDS-patiënten ook, voor ouderen, maar nog niet voor kinderen. En dus hebben we allerlei leuke initiatieven voor volwassenen met kinderen, maar niet kind met kind. En juist kind met kind maakt dat ze met elkaar spelen, dat ze dingen doen die je als kind wil doen. En niet dat je continu weer op een ander niveau met volwassenen moet praten, want dat willen kinderen helemaal niet. Dat is een mechanische, die is al geautomatiseerd. In mijn werk ben ik soms wel eens op zoek naar... Naar dit soort mogelijkheden en tot nu toe was die er niet. Nou, je kunt je indenken dat als een kind veel in het ziekenhuis komt en daardoor minder op school is, minder contact heeft met leeftijdsgenoten of als het lichaam je in de steek laat, dus dat je autonomie minder wordt, dat je langzamerhand eenzaam kunt gaan voelen. Je verliest het contact wat met de echte wereld en elk kind wil graag normaal zijn. Dan wil ik ook graag iets oppompen, want dan moet je ook weten hoeveel druk als je hebt in je fietsbanden, dat ik ook meer kijk. En dan is contact met leeftijdsgenoten, gewoon spelen, ontdekken, is fijn. Want je vergeet even dat je ziek bent. Het gezonde deel van je wordt eigenlijk aangesproken. En ik heb niet zoveel vrienden op school. En daarom heb ik een buddy gevonden, Lisanne. Je kan niet zoveel dingen doen als je ziek bent. Zij vertelt mij hoe het is om die ziekte te hebben. En dat ze wel vaak iets moet doormaken in het ziekenhuis. Hier zien we met allerlei bewerkingsmachines, versparingsmachines. En Lisanne die begrijpt het tenminste wel waarom. Want als ik wat wil doen, dan zegt ze, zou ik dit doen? Dan zeg ik, nee, dat kan ik eigenlijk niet. Dan zegt Lisanne, oké. Want ze houdt eigenlijk een beetje rekening met mij, ik met haar. We houden eigenlijk rekening met elkaar samen. Ik denk wel dat het goed is dat de kinderen die gekoppeld worden... En dan hebben we het over de kinderen zonder ziekte, dat zij wel in globale lijn weten wat er aan de hand is met hun nieuwe vriendje. Dat verklaart een hoop, daar kunnen die kinderen dan rekening mee houden. Kinderen zijn daar heel makkelijk in. Ja, wij kunnen wel leuke dingen doen met elkaar. Dus gewoon kleuren, spelletjes doen, dat kunnen wij wel. Maar bomen klimmen... Dat soort dingetjes dan kunnen wij niet. We kunnen heel veel dingen doen zoals koken, bakken, spelen, chillen. Het mag nooit een verplichting zijn. Het is een leuk vriendschappelijk contact. Maar normale vriendschap is het ook nooit verplicht, dus nu ook niet. Dus het moet gewoon leuk vriendschappelijk contact zijn. En het is geen mantelzorg, maar vriendschap. Dat is het. Oh, dat voelt gewoon wel fijn. Jij ziet je vriendin wel, dan zie je vriendin weer met elkaar. Dan kan je weer leuke dingen doen met je vriendin en dat voelt gewoon wel fijn. Heb ik alles goed verteld? Ja. Oké.